De afgelopen jaren is er veel gezegd en geschreven over de wijk Kromhout. Meestal negatief. En dat moet anders, vindt ook de burgemeester. Zou een nieuwe buurtkamer daar verandering in kunnen brengen? Ja, daar ben ik zeker van. De reden waarvoor ik dit gestart ben voor Buurtwerk Dordrecht is juist om de sociale cohesie in de wijk te vergroten. Daar ontbreekt het nog wel een beetje aan. Je ziet dat dat wel steeds meer gaat groeien. Er is ook een actieve bewonersgroep Straatpraatje die al hebben gezegd van we moeten die negativiteit een beetje loslaten en iets positiefs voor de buurt gaan doen. Nou, de buurtkamer is daar ook een onderdeel van. Ik woon hier nu 5,5 jaar en er zijn zoveel mensen die ik nog nooit gezien heb of helemaal niet ken. En het wordt steeds kinderrijker. Dus het is ook leuk als hier wat georganiseerd wordt, zowel voor de volwassenen als voor de kinderen. Of ouderen. En daarom zet ik me ook in voor ik niet alleen, nog meer mensen zetten ons in voor het straatpraatje. Dat mensen gewoon ervan bewust worden dat wij hier met z'n allen wonen. En dat het ook prettig is als je contact hebt met elkaar, als je een beroep op je buren kunt doen. Dat je elkaar gewoon vriendelijk groet, dat er minder vuilnis op straat is. Laagdrempelig, dat buurtbewoners hier binnen kunnen stappen en vragen kunnen stellen aan de professionals. En dan heb ik het over handhaving, politie, gemeente, buurtwerk, jongerenwerk, die zijn allemaal aanwezig. En wat voor vragen zouden ze bijvoorbeeld kunnen stellen? Ja, het kan twee kanten op. Het kan het vervrijen van de buurt zijn of problemen met te hard rijden of een verkeersdrempel, maar het kan ook heel positief zijn. Voor alles kunnen ze eigenlijk binnenstappen. En denkt u dus dat met dit buurthuis en dus die omslag naar positiviteit, dat kan werken voor de buurt? Nou, positiviteit helpt altijd.